Emmerton gaat maar weer eens op avontuur. En waarom niet? Tot nog toe waren die avontuurtjes zeer succesvol. Emmerton 3-0. Zo wordt het zijn middag. Zonder enige twijfel. Wat een prachtige actie van Brad Emmerton. Die nog voor de middenlijn de bal krijgt. En er weer eens vandoor gaat. Komt eerst niemand tegen. Dan de beweging binnendoor. Koning grijpt niet in. Collen op het verkeerde been. En dan zeer beheerst afgerond. En wat is Brad Emmerton dan van grote waarde? Ojo, makkelijk er langs. Weg komt Bottigi. Sinisterra. Ja, met een beetje geluk. Hij houdt fijn wat balbezit. Kunt u in één keer Sinisterra. Maak het af. Sinisterra op de keeper af. Sinisterra. 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 2-2. De Kuip komt weer tot leven. Door de goal van Sinisterra. De bal daar wordt gegeven. Helander er nog probeert bij te komen. Wordt eruit gekapt. Goldson wordt uitgekapt. Dit doet hij dan toch wel weer koeltjes als je ziet. De kansen die hij voor rust mist. En de koelheid hier. Wat hij zondag tegen Groningen natuurlijk ook wel had. Admodicoro. No. Zo kom je nog geen lantaarnpaal voorbij, dus ook Kleijs niet. Want daar zit leven in. Paas van Kroes is er eentje waarover is nagedacht. Goeie bal. Kalou, eenmaal kwijt en de weg naar het doel. Oh, Kalou, dat doe je toch heel mooi. Waarin maar wat lukraak wordt getrapt, is er dan opeens deze prachtige paas van Julio Ricardo Cruz. Van Bronckhorst werd vastgehouden en vraagt om een vrije schop, maar godzijdank hoort Wegereef dat niet en laat die Kalou begaan, want dit is toch heerlijk. Dit is een wat smul. Bonaventure Kalou. Mooie goal. Dan veert iedereen op. Ja, hij maakt hem. En hij krijgt zijn loon. En het is meer dan verdiend. Wat een geweldenaar. Kaston Tammen. Feyenoord en vooral hij hebben Ajax klein gekregen. Wat een inslag. Na een rush. Zie die verdedigers vallen. En zie mensen ook kansloos zijn. Kaston Tammen. Gali, links de vrijheid bij Snoil. De Egyptenaar zag het niet. De Guzman. Kalou. Veel positiewisselingen voorin bij Feyenoord. Kalou, met wat geluk krijgt hij die bal mee. Kalou loopt zomaar door. Wat een mooie goal uiteindelijk. Hij scoort weer een keer. Salomon Kalou. Stond vier duels droog. Maar een dansje, dat mag. Want de goal is prima. Het begint met een paar scharen.
krijgt de bal dan in de kluts mee en loopt dan zomaar langs Hoogma, langs Hellings en schiet de bal langs Piekenhagen. 3-0. De vijfde goal van de Ivoriaan dit seizoen. Kijk naar de mooie bewegingen en dan via Husje de bal meegekregen. Dit is een prachtige beweging en dan in de korte hoek bij Piekenhagen. Salomon Kalou. Zijn 25e goal in de Eredivisie. Malasia. Dat draait hij zich aardig uit en weet ook de ruimte te vinden. Malasia nu opkijken en de ploeggenoot vinden. Dat is het idee of het zelf doen. Wat een mooie goal als het allemaal zo bedoeld is. Dan creëert hij helemaal zelf. Malasia. Nou, laten we maar ervan uitgaan dat het allemaal zo, inclusief dat laatste schot, uitgedokterd is. Malasia. Dan is het een fraaie afsluiting van wat lang een taaie, tamme middag is geweest. Maar waar Feyenoord natuurlijk wel volkomen verdiend de 3 punten gaat pakken. En daarmee ook de derde plaats gaat innemen. En er is maar 1 korte fase geweest waar VVV het probeerde. Maar VVV oogt de laatste weken, de laatste wedstrijden, zonder fut. Troost. Gullit. Gullit ontwijkt knap 2 spelers, ook nummer 3. Prachtig werk, Gullit. Goal! Uitstekend werk van Ruud Gullit rond de 24e minuut. Een solo langs 4 spelers, als ik goed geteld heb, van Haarlem. Had wat geluk mee. Maar goed, wat doet het er toe? Hij brengt Feyenoord op een 5-2 voorsprong. Net terwijl Feyenoord op een doodpunt tot zat en die goal ook nodig had. En dan het moment van de wedstrijd. Een andere invallen van Vossen. Bal aan de voet, 1 man kwijt. Nummer 2 kwijt, bijna de bal kwijt. Nummer 3 kwijt, langs de doelman. Binnen tot links en het is 3-1. De eindstand bij Feyenoord FSV is bereikt. Met 3-1 winnen de Rotterdammers en een nieuwe volksheld in Rotterdam is geboren. Zijn naam, Peter van Vossen. Toornstra, zorgvuldig zijn nu op de as van het veld. Niet de bal kwijtraken, dat gebeurt wel. Dan komt Porto eruit, maar ook slordig. Ook onzorgvuldig. Karsdorp dan. Karsdorp. Karsdorp loopt door. Karsdorp loopt door en scoort! Ja, hij doet het! Hij doet het! ...2-0 Feyenoord. Het begint aan de andere kant, waar hij afgetroefd wordt door Soares in het duel. Weer laat Porto de mogelijkheden liggen en dan begint hij aan een rush langs 3 gele en de doelman. En is het 2-0 door de man op wie toch de nodige kritiek is geweest. Dat is zijn belastbaarheid, zijn fitheid. Maar dit is de oude Karsdorp. De Karsdorp die het Nederlands elftal haalde. Vond jij deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer op het Feyenoord kanaal.